Een van de belangrijkste punten wat het verschil kan maken voor jou op social media is dat je authentiek bent. Je moet in je filmpjes jezelf zijn. Je moet jezelf laten zien. Jij bent het bedrijf. En hoe, als jij een masker voorhoudt met je gehuurde Lamborghini of je Bentley die daar achter je staat, dat werkt gewoon niet. Het is mensen prikken er doorheen. Kijk, in Amerika misschien Allah dat iemand denkt, oh, oké, het zou wel kunnen. Maar hier in Nederland, ja, als je staat op te scheppen dat je 40 miljoen verdient met je Lamborghini op je achtergrond vanwege een Facebook cursus en die geef je voor 80 euro weg. Ja, echt waar, mensen geloven het niet. En dat is iets wat ik regelmatig hoor, hè, op mijn filmpjes. Ik heb er nu bijna 400. En mensen zeggen van, ja, ik kijk jouw filmpjes gewoon omdat het is het echte verhaal. En ik sta inderdaad niet hier een leugen te verkondigen van, oh, kijk eens hoeveel miljoen. Was het maar zo'n feest hieronder misschien, hè? Als je dan hier zit de muur, zeg maar, dat dan het geld staat een beetje tot hier opgestapeld. Net als jullie net niet zien, maar nee hoor, kijk, ik zal even buiten. Kijk, er staat eigenlijk, is een stopcontact. Zie je dat? Er staat eigenlijk helemaal niets. En dat is een beetje de fun of het goede aan bij je op social media. Je moet authentiek zijn. Je moet gewoon jezelf laten zien. En dat vinden veel mensen ook eng op social media. Want dan denken ze, ja, maar mijn haar zit niet goed. En oh jee, en mijn huid. En ik moet dit nog doen. En oh, mijn overhemdje zit net scheef of zo. Kan gebeuren, maar dat is juist de truc wat ervoor zorgt dat mensen wel blijven kijken. Dat is juist dat ze denken, oh hey, dit is een keer iemand, een gewichtsconsulent of een rijschool-eigenaar die het echte verhaal vertelt. Of een kapper die gewoon misschien een beetje stottert in zijn verhaal. Of die gewoon die net niet uit zijn woorden komt, maar die wel heel goed kan laten zien hoe die krullen in iemands haar doet. Dat is juist het authentieke of het pure in je video's. En ik heb het nu toevallig alleen over video's. Kan natuurlijk ook in je fotografie zijn of op je website. Laat jezelf gewoon zien. Ik krijg echt regelmatig te horen van mensen die zeiden van, oh, ik keek je filmpjes. En ja, het was gewoon leuk. En ik weet precies wie je bent en wat je doet en zo. Dus ja, prima. Ik vertrouw je. En doordat je geen gelikt marketingverhaaltje doet. En dat soort filmpjes kan ik ook maken. Hè? Dat is allemaal geen probleem. Dan zet ik een tweede camera hiernaast. Dan doe ik een zwart-wit shot. En dan monteer ik dat. En dat is ook allemaal geen probleem. Maar ik kies er een beetje voor nu in deze videoserie om gewoon een soort 1-op-1 shot. Ik doe ook weinig editing en dat kan allemaal 10 keer beter. Ik weet het, ik kan 3 camera's hier ophangen met belichting enzovoort. Maar ja, wordt de film beter? Maar ja, misschien wel een beetje, ja. Maar het verhaal blijft gewoon hetzelfde. Dus het is vooral in je filmpjes, wees authentiek. Ga gewoon zitten, pak die camera en ga gewoon je verhaal vertellen. Ga tips delen. En je eerste filmpje zal zeker niet zo goed zijn. Het zal misschien dat je terug zit en denkt, ja, dat was het ook net niet. Als ik naar mijn filmpjes terugkijk van zoveel jaar geleden, dan denk ik, ja, nou ja, met de kennis van toen had ik het beste filmpje gemaakt. Maar ja, met de kennis van nu zou ik ander soort filmpjes maken. En dat is iets wat je leert door het gewoon te doen. Dus je ziet heel veel mensen op Facebook langskomen. Jonge gasten in de 20, 30 die dan staan ergens op een parkeerplaats, autootje erbij. En vervolgens maken ze een paar leuke fotoshoots en die gebruiken ze dan op Facebook of social media om te adverteren voor hun cursus of voor hun product of voor een e-book wat ze hebben geschreven. Prima, alleen 9 van de 10 keer worden die auto's gewoon geleend bij de dealer. De dealer staat om de hoek, dus ze lenen heel even die auto om hem daar op die parkeerplaats neer te zetten. Ze schieten in een kwartiertijd een paar foto's, ze maken nog een leuke intro video en die auto gaat gewoon weer terug naar de dealer. Dat is een beetje hoe fake het kan zijn op social media. En natuurlijk is een uitspraak fake it till you make it. Alleen in Nederland moet je gewoon authentiek zijn. Daar moet je gewoon leuk doen en gewoon nuchter zijn en dan verkoop je wel wat beter. Tuurlijk mag het wel een beetje een tintje Amerikaans hebben, maar in je filmmateriaal gewoon high-end, leuk, gewoon gaan. Dus tot zover deze tip. Wees authentiek in je filmpjes en je zult merken dat het daardoor veel beter gaat op je social media kanalen. Vond je dit een leuke video? We hebben nog 400 andere leuke filmpjes die je allemaal kan kijken over Google, Tesla, allerlei andere leuke dingen. Klik om te abonneren en dan zie ik je heel graag weer in een volgende video.